En toen daarna, toen is dat verder gegaan. Ja, en nu zit ik hier. Ja, heftig wel. Ja. Hoe donker is het geweest in die periode? Ja, heel donker. Het meest bizarre aan die hele situatie is dat... ik val er wel een beetje vaker op terug, omdat dat was ook echt, denk ik, wel de donkste periode uit mijn leven. Is dat ik weet nog heel erg goed dat ik mijn leven weer net een beetje op rails had. En moet ik even goed nadenken. Er was een periode dat het niet goed met mij ging. En dat mijn beste vriend van vroeger toen bij mij kwam. En dat hij eigenlijk bij me kwam van, joh, het gaat niet goed met me. En toen hebben we met elkaar gepraat. En toen hebben we met elkaar gebloot. Toen hebben we een filmpje gekeken. En toen hadden we het erover van, wat doen we hier? Waar zijn we mee bezig? En we wisten het allebei helemaal niet meer. Maar wel tegen elkaar gezegd dat we er gewoon voor zouden werken om het allemaal beter te maken. En toen een week later, toen kwam die weer langs. En toen hebben we nog gebasketbald bij mij voor het huis. En toen hadden we wel wat plannetjes gemaakt hier en daar. Toen begon ik op een gegeven moment aan mezelf te werken. En toen op de een of andere dag, boem, was het klaar voor hem in ieder geval. Hij was zelf voor de trein gesprongen. En toen had ik in één keer zoiets van, ja, dit kan ik niet geloven. Dit is gewoon niet waar. Dit kan niet. Dit is... Hoe in deze situatie is het mogelijk dat wij van dat moment gaan naar nu? Nou, dit is gewoon. Dit is er was geen realiteitsmoment dat je. Je leeft niet in de realiteit. Het was gewoon. Wat gebeurt hier? En het is. Aan de ene kant is het een hele waas wat er allemaal is gebeurd. En aan de andere kant ben ik gewoon super dankbaar hoe het uiteindelijk voor mezelf is afgelopen. Alleen als je nu kijkt naar, zeg maar, dat je dingen wil terugdoen voor mensen of dingen wil teruggeven, ja, dan kan je dat bij heel veel mensen doen, maar sommigen ook niet. En dat is wel heel pijnlijk. Dan kom je wel een beetje in zo'n... Ja, dan kom je nu ook in een emotioneel moment terecht dat je denkt van, ja, hoe dankbaar ben je, hoe het is gegaan en hoe trots kan je op jezelf zijn dat je hier bent. Alleen, ja, je had toch liever dan eigenlijk niks willen hebben en wel dat, dan wat je nu hebt, zeg maar. Ja, dat is wel pijnlijk. Ja. Ja. En dan ga ik altijd maar een beetje lachen, want dat is altijd een beetje... Dat was altijd een beetje het ding, zeg maar, dat als ik emotioneel word of als er iets aan de hand is, dan begin ik heel vaak te lachen of dan ga ik grapjes maken of... Waarom is dat? Ja, om het te onderdrukken, zeg maar. Kijk, ik ben er wel achter gekomen nu dat het echt niet erg is om je kwetsbaar op te stellen. En het is juist goed om je emotie te laten zien. En dat merk ik ook in mijn vlogs, dat mensen het heel erg waarderen als ik me emotioneel opstel. Of er iets over vertel of laat zien dat je kan huilen als man. Dat je mag huilen als man, dat het niet erg is. Ja, vroeger was dat gewoon heel erg van, ah, je bent een pushy of waarom ga je janken? Dat soort dingen. Dat is nu wel een beetje veranderd. Daar ben ik ook wel heel erg blij mee dat is veranderd. Want het is niet erg als je met een psychiater gaat praten. Het is niet erg als je hulp gaat zoeken. Het is niet erg als je er even doorheen zit. En ja, dat vind ik wel mooi om te kunnen delen. En ik denk dat als ik zo heel het plaatje een beetje bij elkaar pak, denk ik dat ik alles super goed op orde heb. En dat ik echt super tevreden mag zijn. Alleen op een of andere manier is er één ding waar ik altijd weer emotioneel van word. En dat is dit. Ik denk dat we zo allemaal wel iets hebben. En voor mij is dat dit. En het is best wel, ik weet niet, ik betrap me er zelf elke keer weer op dat ik denk van, ja, ik heb het een plekje gegeven. En dan toch elke keer kan je er dan zo emotioneel van worden. Maar ook omdat het leven zo snel gaat, dat je er niet altijd bij stilstaat. En dat alles gaat maar in een sneltrein. En dan, dan nu in één keer, dan valt het wel als een bom en dan denk je van, holy shit. Ja. Wat bizar allemaal.